Hey mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Nou, zoals je ziet, het is redelijk schemerig. Hè? We gaan vroeg het water op. Het is vandaag de start van het nieuwe roofvisseizoen. Dus we gaan er weer een heel mooi seizoen van maken met z'n allen. We gaan vandaag achter het snoek aan. En dat gaan we doen werpend en trollend. Dat zijn toch de twee technieken die we vandaag gaan toepassen. Dus we gaan jullie vandaag meenemen de hele dag. We gaan vanaf 's morgens vroeg tot 's avonds laat lekker vissen. Ondertussen nog een beetje nieuwe dingen uitproberen, nieuwe aasjes uitproberen. Nou, daarnaast hebben we genoeg meegenomen om de hele dag door te komen. Dus het wordt een topdag. We gaan lekker vissen. Eindelijk weer na 2 maanden. Dus we gaan jullie meenemen vandaag en we gaan kijken wat het gaat brengen. Dus let's go! Bouw. Goedemorgen man. Succes hè. Ik heb hier een nieuw staartje op gezet. Ja, ander met piepje. Huh? Ander met piepje. Ja, het is net even wat anders dan. Dat is heel dunner. Dan die klassiekers. Hij is wat minder fel nu waarschijnlijk, meer weerstand. Ja. Ja, dat is wel een stuk. Wat ben je aan het doen, Bouw? Ja, eentje grillen. Oh, kut. Nou, hij is wel sterk, zeg je wat? Wat is dat? Hij wil wel, hè? Ja, hij is goed actief. En jij zei dat het niet zo groot was? Nee, ja, daar leek het niet op. Maar ja, we gaan even kijken. Dames en heren. Volgens mij. Ja, begin. Dacht ik wel. Of niet aan? Lekker ouwe. Weer type met wie? Fok. Ja, die jongen doet toppen. Eerste van het seizoen. Nou, ik vind het geen slechte start, zeg maar. Nee. Eerst een stukje getrold. En met, eigenlijk de tweede stek met werpen was het. Boonk. Ja, was een mooie aanbeet. Echt van tot diep ook. Ja, mooi trill ook. Echt, hij ging goed de diepte in. 90. Ja, gewoon 90. Ja. 90. Mag nou, hij prima. Doen of niet?
Gaan we maar eens even terug laten zetten. Jongen, de planten die komen al boven water bijna. Ja. Mooi. Nou, daar gaat hij. Terug de diepte in. Lekker man. Lekker ouwe, toppie. Uno. Nou, op naar de volgende. Is dat zoiets? Oh, je had hem gevonden, die groene? Ja, ja, die heb ik even schoongemaakt, even die dingetjes eraf gehaald. Ja, maar dus als je wil pakken, dat je die nog... Nog moet rommelen. Of klooien, zeg maar. Ja, dat is kut. En dan kunnen we zo wel even dat ding met die boot doen daar. Ja. Ik, in maart hadden we toch ook wat met jou? Dat je die snoek zag... Ja. Tussen het riet. Helemaal op het ondiep. Ja, ja. Helemaal tegen, tegen de kant aan bijna. Ja. Ja, hallo. Ja? Ja. Lekker. Lekker. Jongen, Klinger, wat is er aan de hand? Ja. Lekker man. Weerstand. Weerstand. Veel even op anker. Is het wat? Ja, wel een mooi vis. Kijk eens jongen, wat een mooi vis hoor. Kijk eens even. Ja, vriend. Is weer een gouden lies dit, of niet? Of wel? Dacht ik. Nee, ja. Hij is geen meter. Maar hij is wel mooi, het is wel mooi. Ja, hij is een mooi vis. Het is een mooi vis, maar we hebben zeg maar een bepaald hulpstuk voor. Ja. Jeroen heeft altijd gelijk. Ja, 102. Ja, ja. Zei ik toch? 102. Nou. Eerste vis, eerste meter. Ja. Dat is niet erg. Nee, dus, je kan slecht te beginnen. Ja. Mooi hoor. Echt een mooie sterke vis ook. Blijft mooi diep. Ja. Ja, die gaat wel goed sport ook, ja. Daar maken we ook helemaal geen zorgen om. Lekker zo. Lekker ouwe. Ja, echt lekker. Nou, we, goede start. Ja. 1,90 en meteen een meter erbij. Ja. Dus, nou. Gaan we ontbijten? Ja, ja. Hebben nou even, even pauze. Zo mensen, we hebben vanaf vanmorgen vroeg tot een uurtje of half negen, 9 uur gevist. We gaan nu even lekker een broodje eten. Wordt hier live op de boot gemaakt, als jullie kunnen zien. Was hij is lekker bezig een eitje te maken. Gaan we even een klein broodje eten en dan gaan we daarna weer een nieuwe ronde doen. Gaan we even bedenken wat we gaan doen. Voor nu werpen is ja, toch wel beter. Trollend misschien één aanbeetje gehad, dat was een beetje een twijfelgeval. Ja, trollen is zilver, werpen is goud hè? Dat zeggen ze wel eens ja. Dus ja, goed, we hebben werpend echt goede actie gehad al. We hebben nu 4 vissen in de boot en eentje en dan gelost. Dus al met al mogen we niet klagen. Mooie meetvis erbij voor de meteropnemer aan die kant. Dus dat is niet verkeerd. Dus we zijn lekker bezig. Heerlijke opening van de dag. Het is mooi weer. Klein kabbeltje op het water. Dus de conditie is eigenlijk best wel goed. Dus we gaan straks even zien wat het nog meer gaat brengen. Ankeren. Ik loop dan wel even wat schroeven na het eten. Wat meer massa achter, hè? Ja. Loontje? Laten we kijken. Oud spul, denk ik. Zo! Zo! Zo. Oh, lekker zeg! ik denk dat ze hier gewoon vanaf wat achteraan komen. Ja, die hard ook. Buster. Ja, bustertje, ja. Snel hoor, snel hè. Kleine vis moet je buiten de boot onthaken, dat is wat veiliger voor je handen. Nou, fuck een mooie aanbeet ouwe, ja, dat is echt vet. Terug gaat, dat het niet vanzelf gaat.
Ja? Lekker. Oh ja, ik zie hem hier zwemmen. Dat is een mooi vis. Ja, dat is een mooi visje. Ik heb hem maar, denk ik. Huh? Ja, zelf wel. Doe ik dat wel even. Komt ie? Nee, komt ie niet. Hopsakee. Zo doen we dat voor de meneer. Lekker ouwe. Zet hem even op ankertje. Okay. Hele leuke vis, hè? Is ook... Ze zijn ook een partij fel, jongen, momenteel. Ja, ja. Het slaapt echt nergens op. Ze hebben twee maanden niks kunnen doen. Even kijken hoor. Ja, dat is gewoon echt een mooie vis. Ja, 100%. En weg is die? 96. 96. Kan allemaal erger. Lekker nou. Daar. Oh, wat een mooie aanbeet, zeg. Zo. Yo, jongen. Doe rustig, jongen. Zo, die zit er ook weer overheen. Ja, nu niet meer, inmiddels. Wat een aanbeet, zeg. Jeetje, Mina. Ben je nou weer bij? Ja, mooie aanbeet. Jerry Springer, waar zitten we niet? Hij had Jerry. Ben je nat of niet? Een klein beetje. Prachtig. Oh, ga even geen zin meer in. Volgens mij is hij weg, of niet? Ja. En hij is gone. Hey. Pokkie. Nou mensen, we zijn vandaag de opening aan het vissen. Nieuwe start van het roofvisseizoen. Wat hebben we vandaag voor aanpak? Het is vandaag voornamelijk werpend vissen en trollend. Trollend is nog, heeft nog één visje opgeleverd, maar werpend eigenlijk de meeste. We vissen vooral met jerkbait, dat wil ik toch even benoemen. Ik heb hier twee grote favorieten van mij. Dat zijn de Abu Zwartvonken McMe, 25 cm met de staart erbij. En de Strike Robuste Jerk, 15 cm. Ja, dat zijn echt wel twee toppers. Deze heeft voornamelijk een heel mooie actie door het staartje wat erachter zit. Hij heeft een heel kort stillang moment, maar is echt dodelijk. Nou, deze heb je in verschillende varianten, in de normale, maar ook in de shallow variant. Dus dan kun je ondiepe waterlagen heel goed afvissen en daar blijft heel mooi suspending hangen. Nou, de zinkende kun je wat diepere waterlagen afvissen, dat is ook echt een bewezen topper. Dus deze hebben we voornamelijk vandaag gebruikt voor het werpen. Als hengel gebruik ik. Ik gebruik in dit geval een Rosemeyer Jerkit, 1,95, 50 tot 100 gram. Daarnaast een reeltje van Abu, de Revo Beast. 41, volgespoeld met 2500ste Berkeley X9 lijn. Zeer soepel, werpt als een trein en is ook nog eens sterk. Dat is een belangrijke combinatie. Dit is een set waar ik mijn vis werpend op snoep. Dat ik niet aan zie komen. Nee, hè? Nee. Nee, gewoon een keer gek. Zenken de grote vat zo. Huh? Je gaat er diep gooien. Ja. Ik ga gewoon even een keer een andere lijn vissen. Kijk hoor. Het gaat zo, ja. Oh, het wel een lekker eentje ook. Ja, wat een probleem. Even kijken of hier een lief hebben kunnen vinden in deze plaat. Ja, Anne! Ja? Boah! Zo, mooie aanbeet ook. Ja, mooi, mooi. Ho. Mooi vis? Hè? Huh? Mooi vis? Ja. Ho. Wat een aanbeet. Lekker hoor. Ho. Zo hard, jongen, erop, zeg. Ja, mooi aanbeet. Ho.
hangt aan een velletje. Hey, deze pak. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, voor andere tactiek goed gelukt. Even switchen naar een ander aasje en snoeiharde aan mee. Echt snoeihard. Ja, dan vang je gewoon weer een leuke vis. Zo. Die had in ieder geval nog wel wat energie. Lekker ouwe. Bam. Boom. Wauw, wat heb je? Ja, mooie aanbeet jongen, op die 4D perch van 70 keer. Moet ze weer een tijdje wachten. We hebben er toch weer een gevangen. Klonend op de 4D perch. Met de plenenboot dicht over de laatste kant heen. Ja, is toch weer een leuk visje. Nummer 8, dus prima. Oké. Ja. Nou jongens, we zijn even aan het werpen. Vatstandje 14. Doe toch weer zijn werk. Ik zal hem even laten zien. Heb je hem? Ja. Komt ie, hè? Ja. Zo. Ja, dat is een massieve vis, kijk. Ja, jongens. De opening, wat een knaller. Wind op de kant, snoek in de hand. Even meten, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ik weet wel zeker dat het een meter is. Nou mensen, super vis om mee te openen in het seizoen. Het is nummer 12 van vandaag, echt een topdag. Dus nou, ik ga hem snel terugzetten. Oh jongens. Oh. Wat een beuk hier. Ja, echt een mooie vis dit. Weg is die. Ho! Lekker ouwe. Bam. Oh, oh, oh. Zo jongens, het is inmiddels etenstijd. Bas is even broodjes halen. Gaan we zo meteen even lekker een hamburgertje klaarmaken. Even eten. Dan gaan we na het eten nog... Ja, nog een paar stekken werpen hebben we op de planning staan. Nou, het staat best wel behoorlijk harde wind. Windkracht 4 staat er wel, schuimkop staat op het water. Dus het is niet helemaal ideaal om te gooien, maar goed, we gaan het toch even proberen. Ja, goed, we gaan nu, wat ik al zeg, eerst even eten. En dan gaan we zo meteen na het eten weer lekker het water op. Nou jongens, hij is inmiddels gearriveerd. Ja, ik heb zitten jongen. Een kokkie ook hè? Ja, ja, is lekker. U vraagt naar braaien. Lekker even hamburgertje eten. Kunnen we zo meteen weer volle bakken tegenaan. Hoe lang zijn we al bezig? 11 uur? 11,5 uur? Ja, we waren om, zeg maar, iets van, ik denk dat we om 5:30 zeg maar, ongeveer op het water waren, slash, zijn begonnen. Ja. Tot nu. En het is nu? Even kijken. De klok zegt dat het nu 5:30 is. Ja, 12 uur. 12 uur, ja. Lekker. Dus we gaan even lekker eten. En wat is zo meteen het plan? Ja, even de hotspots van vanochtend nog een keer uitgooien. Met de kennis die we op hebben gedaan, de loop van de dag. Misschien nog even een stukje trollen, echt net voor de schemer. Kijken of we nog wat kunnen forceren. We zitten op 12. 12 snoeken, we mogen niet klagen mensen. 12 snoeken, 2 meters, 93'ers en een paar kleinere dan. Maar ja, ja, het is gewoon een topdag. 6 in de ochtend, 6 in de middag, ja, dan hoef ik het niet uit te leggen. Nee, inderdaad. Ja, ik zie het. Kijk eens wel lekker de motor, hè? Hou maar aan de andere kant zo. Ja.
vis ook. Ja? Lekker. Scheppen deze. Scheppen? Ja. Ja, dat is echt wel een mooie vis. Waar heb je hem op? Multiglas. Lekker. Ik leg hem nu op anker, ja. Klinger. Hele dikke vis. Ja, zie het. Maar ik kan er nog niet bij. Nee, weet ik. Ik heb bijna hintering op dit moment. Zo. Ja, dat is een meter denk ik. Ja, die is ruim een meter. Heel dik ook. Kijk, als ik er omheen. Ik ga nu trekken wel. Ja, schat. En dat doen we zo. Hoppakee. Nou, dat doen we gewoon even op een mooie avond. Zou je de paling lusten of niet? Nou, of valt hem dan maar in. Even mijn hand los, want ik zit helemaal. Hoppakee. Ja, dat is gewoon een, ja, dat was een goede beuk dit. Ja. Ik voorspel 1-8, wat zeg jij? Wij leggen hem op. En zien we er gaan? Ja. Ja, dan is die zeg maar net geen 1-12. Dat is 1-11. Zat ik er aan de goede kant goed naast? Ja. Wat een vis. Ja, mooi bak, hè? Hey. Oh. Wat een opening. Hè? Ja, echt wat een dag. We zijn inmiddels 13 uur onderweg. Ja. Dit is de derde meter van vandaag. 1-11. Ah, dit is echt helemaal goud. Ja, echt hè? Weer van het ene plateautje af, hè? Weer van het ene plateautje. Je wacht er 2 maanden op. Ja. En je wordt beland. Daar gaat ze, heel de gemak hier. We hebben vandaag de opening gevist van het nieuwe roofseizoen. Het was echt een fantastische dag met in totaal 15 snoeken. 3 mooie metervissen, waarvan de grootste 1,11 meter volbast. Dus, helemaal top, het was echt een super dag. Het was hard werken op het einde, want er kwam behoorlijk veel wind op zetten. Maar we hebben het volgehouden, hebben doorgezet en ja, toch leverde dat s'avonds die grote vis op. Dus dat zie je maar, altijd door blijven zetten en dan komt de beloning altijd wel. Nou, we hebben vandaag veel werpend gevist, trollend was het niet heel wild. Maar werpend vis is toch wel het leukste. Dus dat hebben we goed volgehouden met jerkbait, met swimbait. Ja, dat was toch de sleutel vandaag. Dus, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vond je het een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Wil je nog iets weten over deze video? Laat dan je vraag achter onder de video. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!